We gaan het hebben over een niet zo leuk feit uit de huidige gamesindustrie. En dat is dat games technisch gezien de laatste tijd vaker niet dan wel af zijn. In eerste instantie wilde ik het hebben over Redfall, want die komt deze week uit. En het feit dat het op 30 frames per seconde is op de Xbox Series X en S. Wordt later bijgepatcht. Maar goed, men was beloofd 60 frames. Ze hadden het zelfs over 120 frames zou mogelijk zijn. Het werd dus 30 frames per seconde. Maar we hebben natuurlijk ook Star Wars Jedi Survivor. Survivor gezien. Games als Forspoken, Hogwarts Legacy. Heel veel games zijn gewoon niet af en worden gewoon ruziegloos op de markt geflikkerd, als het ware. En ik vind dat bijzonder vervelend aan het worden. En ik wil eigenlijk kijken of we een beetje uit kunnen vinden waarom dat is. Maar in eerste instantie even over Redfall en dat 30 frames per seconde. Dat is echt een ding de laatste tijd. Wat is er dan aan de hand? Heel simpel. Eigenlijk wat je al begint zei, de game is niet af. En de game zou met een performance mode komen. Zoals zoveel games tegenwoordig met zowel een performance als quality mode launchen. Dan kan je zelf kiezen of je 30 fps 4K-ish wil spelen. Of in een iets lagere resolutie en dan solid 60 fps. Dat was hier niet het geval. Dat kregen ze niet meer op tijd af. En in plaats van de game uit te stellen, hebben ze ervoor gekozen om de game te launchen met alleen 30 fps voor op de Xbox Series X en de Xbox Series S. Dat is wat er aan de hand is. Ja, Boris, ik hoor jou een beetje zuchten. Jij vindt allemaal van lekker belangrijk, die 30 frames per seconde? Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, waar het mij om gaat, is dat een game wel of niet klaar is. Mm-hmm. En wat ik heel interessant vind is dat is sowieso een beetje mijn ding natuurlijk. Ik had een glaasje water mee moeten nemen. Ik denk dat je niet over het hoofd moet zien wat voor effect inflatie heeft op game design. En inflatie dat treedt op het moment dat... Deze zag ik niet aankomen overigens. Nee, zag ik niet aankomen. Ik ga hem gewoon doen. Inflatie treedt op als de geldhoeveelheid die in omloop is, als dat toeneemt, dan moet al dat geld dat moet concurreren voor dezelfde goederen en diensten. En dat betekent dat goederen en diensten duurder worden. En dat is op zich, hoeft dat niet een probleem te zijn. Weet je, als jij namelijk, je produceert iets, dat wordt dan ook duurder. En wat je dan wil kopen, wordt ook duurder. Dus dat heft elkaar een beetje op. Maar we leven tegenwoordig in zo'n ingewikkelde economie. Waar zoveel verschillende goederen en diensten met elkaar concurreren. Dat als je bijvoorbeeld videogames maakt, dat het heel erg moeilijk is om op een of andere manier rekening te houden met zware inflatie. En nou hebben we de afgelopen 2 jaar zware inflatie gehad. Weet je, vorig jaar in Europa was dat tegen de 10%. In Amerika was het ook zoiets. Dat zijn officiële inflatiecijfers. Onofficieel zal het nog wel wat hoger zijn. Maar dat betekent dat ook dat het maken van een game dus ook veel duurder wordt. Want al je personeel gaat naar me klagen. Die zeggen, de boodschappen zijn duur geworden. Maar als ik mijn auto volgooi, dan is het duurder geworden. Ik moet meer geld verdienen. Dus dat betekent dat je meer geld moet uitgeven aan het personeel. Dat betekent dat het allemaal duurder wordt. En dit soort videogame projecten, die zijn allemaal begroot op een bepaald bedrag, op een bepaalde development tijd die erbij hoort, op een bepaald proces. En op het moment dat dat proces dus in het gedrang komt, omdat die inflatie toeneemt, dat betekent dat die, als je voor hetzelfde geld die game wil blijven maken, betekent dat die development tijd terugloopt. Mm-hmm. Met als resultaat dat games dus uit moeten komen, terwijl ze nog niet af zijn. En dat is exact wat er gebeurt. Voordat we verder gaan, bedoel ik zit ook even de 30 frames per seconde. Hè? Bedoel, ja. Waar zie je dat nu aan? Bedoel, dat beeld gewoon heel langzaam gaat. Een beeld gaat heel langzaam. Ja, zeg maar, je hebt 30 en 60 fps. Dat zijn zeg maar de twee standaarden. Uh-huh. In ieder geval vorige console generatie, nu hebben we ook 120 fps erbij. Dat is gewoon hoeveel beeldjes je per seconde hebt. En is dat 30 of 60? Dat zorgt gewoon voor vloeiendere weergave. Kijk, wanneer jij hier draait, gaat het eigenlijk, zeker wanneer je dan bijvoorbeeld heel even in slow-mo zou zetten, dan zie je heel goed dat het beeld hakkelt. Nou, hoe meer plaatjes je daar tussenin kan plaatsen, hoe vloeiender weergave je hebt. Dat heeft een aantal voordelen. Het komt natuurlijk gewoon een stuk vloeiender over op beeld. Maar vooral ook, en met name dat Redfall ook een beetje om de oren krijgt daarmee, zorgt het dat je ook hogere input lag hebt. Hoe lager de FPS, hoe minder snel de game kan reageren op jouw input. Er zijn nog meer factoren die daarin meespelen, maar dat is zeker bij FPS er eentje. En vooral bij een shooter, mm-hmm, waarbij je dus moet gaan mikken en richten, is dat gewoon bijzonder vervelend om dat op 30 FPS te spelen. Het speelt gewoon letterlijk stukken minder dan bijvoorbeeld 60 FPS.
Ja, op social media ging het natuurlijk vrij hard los toen, toen dit vorige week bekend werd gemaakt. Inmiddels hebben we ook de review al gehad. Redfall, misschien niet zo extreem als Star Wars of The Last of Us, waar echt problemen waren, technische problemen op de PC. Het verschilt zo per platform ook. En ja. Kijk, PC, dat zijn duizenden verschillende configuraties waarin je die shit kan spelen. Dat is gewoon heel erg moeilijk te optimaliseren. Daar is tijd voor nodig. Die tijd, die nemen ze tegenwoordig niet meer. Die game moet uitkomen, kwartaalcijfers, druk van aandeelhouders, noem het allemaal maar op. Die game moet gewoon uitkomen. En het vervelende daarmee is bijvoorbeeld, The Last of Us die uitkwam, die was letterlijk onspeelbaar bij mij. Ja. We hebben daar een review over gedaan. Ik kon er verder heel weinig over vertellen. Omdat die game gewoon heel slecht deed bij mij. En ja. Meerdere malen crashte. 30 minuten shader pre-compilation tijd had. Iedere keer als ik de game opstartte. Dus dat is kut. Hetzelfde had ik met Hogwarts Legacy. Was onspeelbaar bij mij. Maar gaan we nu kijken naar de slechtste optimalisatie van het jaar. In ieder geval volgens velen. Ik kan moeilijk zeggen of dat ook daadwerkelijk zo is. Jedi Survivor. Die draaide weer prima bij mij. Ja. Dus het is ook zo moeilijk om dat zo in beeld te brengen, in kaart te brengen. Heb je dat ooit eerder meegemaakt? Ik zat er ook over na te denken. Games, buggy games zijn van alle tijden. Ik bedoel, we doen dit 30 jaar, weet je wel. Ik bedoel, ik heb zoveel buggy games hebben al gehad. Maar het is natuurlijk... jullie willen niet over inflatie praten, dat snap ik wel. Nee, dat gaan we straks over hebben. Nee, over buggy games. Kijk, uiteindelijk het probleem wat optreedt, als je een bepaald budget hebt en het geld is op, dan moet de game uitkomen. En er zijn allerlei redenen te verzinnen waarom een project onder druk kan komen te staan. Ja. Bijvoorbeeld, weet ik veel, een console komt uit, launch games, zag je het ook vaak, ja. Weet je, die waren er niet helemaal af. Of dus er kunnen nog duizend redenen zijn. Games waarom... die gelijktijdig moeten releasen met films, dan zie je dat werkt nooit. Nee, daarom. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Maar goed, dat is niet nieuw. Maar, dus natuurlijk komt het veel voor. Maar is dat een liquiditeit? Oké, laten we over inflatie dan. Ja, maar is dat een liquiditeitsprobleem dan? Ja, het gaat altijd over geld. Ja, maar wat ik wou zeggen van, er zijn ook opportunity costs die gewoon de mist in gaan. Want die game, Jedi Survivor, die gaat bij lange na niet meer zoveel verkopen full price als dat hij had gedaan als hij goed was uitgekomen. Maar dat is een heel goed punt wat je zegt. Dus met andere woorden, ze lijden verlies. Alleen, dat is een ander soort verlies. Ja, daar zijn opportunity cost. Gewoon ja. Gemiste winst die je niet Oké, maar wat gebeurt er dan? Dus aan de ene kant, je hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, je hebt 100 miljoen om een game te maken. Nou, dan is op een gegeven moment het geld op voor die game. En dan, het geluid mag wel uit hoor, van die trailers. Dan is het gewoon, dan is het geld op voor de development. Dan moet die game dus uitkomen. Mm-hmm. En als die game dan niet klaar is, het verlies wat er vervolgens volgt, is niet het probleem van de persoon die het budget beheert. Nee. Dus als het budget op is en de game is niet klaar, dan kan degene die het budget beheert, kan twee dingen doen. Die kan zeggen, ik heb meer geld nodig. Of die kan zeggen, de game moet nu uitkomen. Hij snijdt in zijn eigen bonus, zijn eigen baanzekerheid. 100%. Maar ja. Wat er ook gebeurt, als die game... als hij vraagt om meer geld en er komt niet meer geld omdat er niet meer geld is, dan gaat die game eerder uit moeten komen. Maar waarom is er niet meer geld? Waarschijnlijk omdat ditzelfde principe al eerder heeft plaatsgevonden. Is het dus een cashflow probleem op een gegeven moment? Nou, dat hoeft niet als er gewoon als je naar de bank kunt gaan en zeggen van hey, mag ik het geld hebben? Maar nu zie je dus van de economische omstandigheden zijn dusdanig dat bedrijven niet meer goedkoop geld kunnen lenen en dus niet meer naar de bank. Dus is er geen geld meer. Dus moet die game uitkomen. Ja. En dat is exact waarom je nu dat probleem zo heftig ziet. Er is geen goedkope financiering meer vanuit de banken. Maar alles wordt duurder. Dus de druk op die projectbegroting neemt toe. Dat betekent dat die games gewoon standaard uitkomen voordat ze af zijn. Maar development stopt niet. Want deze game, ik ga er heel even vanuit. Onder andere Star Wars Jedi. Het gaat gefixt worden. Hetzelfde met The Last of Us. Het gaat gefixt worden. Ja, omdat dus van die eerste batch die verkoopt komt weer geld binnen. En daar kun je misschien dan van doorgaan met een kleiner team. Nou, wat het rare is ook. Kijk, vooral gelijk na launch. Wat we bijvoorbeeld nu zien bij The Last of Us was paniek. Nu bij Jedi Survivor paniek. Ik krijg net binnen morgen dropt er weer een patch. Nou, dat hebben ze binnen een paar dagen in elkaar gevonden. Ja, nee, dat is zijn allemaal overuren ook die je moet uitbetalen. Wat ik me afvraag is van kijk, je kunt zeggen van oké, als je naar Bethesda kijkt, weet je, die zijn eigendom van Microsoft. Microsoft heeft ontzettend diepe zakken. Ja. Weet je, die hebben 200 miljard cash in Amerika op de bank staan. Weet je, het is een Amerikaans bedrijf, Arcade Studios zit in Austin.
in. Die zouden dat vanuit Amerika kunnen financieren. Dat lijkt me niet een probleem. Behalve dat dat soort bedrijven ook opereren zoals banken opereren. Weet je, je moet gewoon je begroting op orde hebben. En je kunt er wel overheen gaan, maar dan moet je verdomd goede reden hebben. Mm-hmm. En je moet je targets aanpassen. Maar goed, dan zie je wat voor soort game je mee te maken hebben. Dan ga je targets niet aanpassen, want het is gewoon een kut project. Ja. En dat is denk ik de realiteit waarin mensen gewoon geen risico meer willen nemen. En die hebben zoiets van, Jezus, zo goed is het niet, fuck it. Terwijl bijvoorbeeld bedrijven als Nintendo, die weten gewoon van ja, alle Nintendo games, dat moet top notch zijn. Als een project niet veelbelovend is, wordt het al in de conceptfase gekild. Ja. Ja, en ik, sorry, maar die Jedi game van jou, ik snap dat jij het leuk vindt. Nee, maar echt Boris, check alle reviews. Maar deze game is echt heel erg goed. Door deze shit, echt onherstelbaar beschadigd. Ja, maar het is niet alleen deze game die onherstelbaar beschadigd is. De Star Wars franchise is onherstelbaar beschadigd. Want er is iets anders aan de hand met Star Wars, en dat is namelijk dat het al een tijdje gewoon uitgemolken wordt. Onder andere door Disney, onder andere door EA. Dus dat betekent dat er gewoon een kut sfeer rondom de salesverwachtingen van Star Wars games hangt. Dat is de reden waarom deze game ook niet meer financiering krijgt. Mm-hmm. Omdat het is gewoon geen zekerheidje dat je dat terug gaat verdienen. Deze was juist de uitzondering. Zeg maar Jedi Fallen Order, die kwam in de tijd uit dat EA echt de hele fucking Star Wars franchise echt kapot gemaakt heeft. Met games gecanceld. En games die uitkwamen volledig ruk waren. Toen kwam de respawn met Jedi Fallen Order. Die bewezen dat singleplayer games toch een winstproduct kan zijn voor EA. En hoge cijfers haalden. Nou, deze game mochten ze nu maken. Met een veel groter budget. Veel meer ambitie. Nou, ze maken het in ieder geval qua game design 100% waar. Alleen deze game moet een half jaar later uitkomen. Ja, maar en dus is het zo fascinerend dat dat er niet is. Ja, dat snap dat ik geld er niet is. Nou ja, dat heeft daar dus mee te maken. Met die economische omstandigheden op dit ogenblik. En ik denk eigenlijk, als je terug gaat kijken naar economische crisis, zeg de afgelopen 30 jaar, en hoe zich dat verhoudt met de kwaliteit van games die op dat moment uitkomen. Ik denk dat dit een patroon is wat je keer op keer ziet. We zouden eigenlijk moeten kijken wat in 2008, 2009, 2010, wat dat betekende voor game design. Nou, ik ga erin mee. Behalve dan dat ze nu ze hebben nu een redmiddel. Hè? Ik bedoel, 15 jaar geleden, ik noem maar even wat, een getal. Als een game bij launch niet goed was, dan was het klaar. Ja. Weet je wel? En nu kun je het patchen. Dus dat maakt die beslissing voor die budget maakt het makkelijker. En het lijkt wel alsof het nu zo makkelijk is dat ze er ook niet eens meer over nadenken. Nou, maar, gooi het maar gewoon online. Maar letterlijk dat, want het wordt nu in het ridicule getrokken. Ja. Je koopt Star Wars Jedi Survivor, koop je fysiek in de winkel, PlayStation 5 of Xbox. Die game kan je niet spelen. Nee. Er moet een patch gedaan. Gewoon, je kan hem niet spelen. Het is niet alsof je dan een buggy versie gaat spelen. Nee, je kan hem niet spelen. Je moet een update downloaden van volgens mij iets van 130 gig of iets dergelijks. Anders werkt hij niet. Ja. Waarom bestaat die disc überhaupt? Ja, nee, ja, dat omdat er winkels moeten nog iets kunnen verkopen, weet je. Ze kunnen net zo goed een leeg doosje verkopen. Maar dit zijn dezelfde bedrijven die volledig meegaan in de klimaatverandering en climate. Dit is een stukje plastic wat voor niks is gemaakt op een disc die niks kan, die in een vrachtwagen vervoerd moet gaan worden, in magazijnen gaat staan, volgens aan de straatsteen niet kwijt verkocht kunnen worden en weer vervoerd moeten gaan worden. Ja, nee, ja, absoluut. Het is krankzinnig. Maar goed, even los daarvan, ik denk dat je dat je juist in deze tijd ook een mooi onderscheid kan maken tussen de titels die wel nog goed uitgebracht worden. Want weet je, we hebben dit ook in de piepshow al, of misschien ook van de premium review van Redfall, een klein beetje besproken. Mm-hmm. Doordat je die games as a service hebt die steeds beter worden, het is mogelijk om games anders te releasen. En dat zie je op PC dus al de hele tijd gebeuren. Dat games in early access komen op Steam. Eigenlijk gewoon nog 2 jaar ontwikkeltijd nodig hebben voordat ze uitkomen. Maar er ontstaat al een community. Eigenlijk is dat een veel logischere, organischere manier om games te ontwerpen. Ja, maar niet voor AAA uitgevers. Nee, want dat, maar dat doen ze wel. Op een andere manier is dit gewoon early access, als het ware. Ja. Maar ze kunnen het niet maken om te zeggen, wij zijn EA multi-billion dollar company. Waarom denk je dat niet kan? Communicatie is denk ik. Nee, aandeelhouders. Dit heeft alles met aandeelhouders. Okay. Want je koopt namelijk letterlijk een aandeel alsof het een soort
hoe noem je het, een soort loterijkaartje is voor de return op bepaalde gameprojecten. Dus je denkt van nou, ik denk dat EA flink winst gaat maken, want die gaat met deze game uitkomen, waar je op die tweebenige kip kan rondlopen. Dat ziet er zo fucking sick uit. Wat ik ze gaan vast, gaan ze 100 miljoen winst maken. Nou, dan koop ik een paar aandelen en dan krijg ik waarschijnlijk 5% dividend. Ik zeg maar wat. Dus dan ga je zo'n rekensommetje maken. Ja, dan ga je er niet vanuit dat die game niet uitkomt. Die game moet uitkomen. Er moet een betaalmoment zijn. Die game mag slecht zijn als de game maar uitkomt. Als je, ik hoor het je nu zeggen. En eigenlijk is het gewoon, het is zo, het zit vol met sarcasme, weet je. Het feit dat wij die al zo lang met gaming bezig zijn. Honderden developers hebben ontmoet, studio's waar met vol passie aan games. En uiteindelijk zitten we nu in een soort fase waarin aandeelhouders bepalen hoe een game eruit ziet. Het is te bizar voor woorden. En ik vraag me ook af, hoe lang gaan ze dit volhouden? Is het nu echt zolang gamers dit pikken en gewoon die shit blijven kopen, gaat dit ook gewoon door? Maar hoe lang roepen we dat nou al? Dat vind ik ook zoiets bizar. Dat roepen we al jaren. Ja, maar ik merk wel, online is dat wel aan het veranderen. Nou, misschien nog wel het meeste, doordat indie games zo goed worden en je games as a service als alternatief hebt. Dus als jij gewoon, bij wijze van spreken, een soort, zeg dat je een soort game dieet hebt, hè? Dat bestaat uit een x-aantal. Stel je voor dat je elke dag 1,5 uur speelt, 90 minuten lang. En dan weet je gewoon van, nou, ik ga zeker 3 kwartier ben ik met mijn vaste service game bezig. Een Warzone of een Fortnite of god weet wat. Weet je, daar steek je wat uit. En dan ga je ook nog eventjes 3 kwartier ben je bezig met de hit van dat moment. Die hit van dat moment ding, dat wordt, ja, dat zijn allang geen hits meer. Misschien kun je de PlayStation niet kopen die erbij uit. Of de Xbox die je wil hebben, die kun je niet eens kopen. Dan komt de game die je wil spelen, die is niet af. En weet ik veel. Dat betekent, dan ga je gewoon 1,5 uur lang je games en service games spelen. En nobody gives a shit. Dat is het ding. Het aanbod is natuurlijk gigantisch tegenwoordig. Check alleen al wat er dit jaar allemaal uitkomt. Daarom vind ik dit zo'n grote fout ook. Weet je, je gaat nu de mist in. Volgende maand is die hype weg. Misschien is die volgende maand gefixt. Maar ja, dan gaan mensen alweer met Starfield aan de slag. En deze shit is dood. En als Starfield maar goed is. Vooral singleplayer games, weet je wel. Waar niet die urgentie van zit. Van ik moet nu meedoen, want anders loop ik achter op mijn vrienden en vriendinnen. Weet je, deze shit is tegenwoordig, wacht maar een maand. Wacht maar 2 maanden, dan is die in de aanbieding. Wacht maar 3 maanden, dan staat die op Game Pass. Precies. Dus waarom zou je dat nog doen? Nou, dat is zeker een probleem. En ik denk een van de andere problemen die we ook nog niet hebben besproken, tenminste denk ik, is gewoon de mensen die die games maken. Ik bedoel, hoe fucking kut voor het moet het voor die mensen zijn dat ze elke keer maar weer die games moeten uitbrengen als die games eigenlijk nog niet af zijn. Het zou hetzelfde zijn als wij video's gewoon ongeëdit online zetten. Dat lijkt mij niet leuk. Maar dat is een heel goed punt. Maar ik denk wat je ziet, en dat er is nog iets anders waar je dat aan kan afzien. Ik denk eerlijk gezegd dat die bedrijven die dus zo'n hele grote druk leggen op de begroting van zo'n game, die gaan ook een ander soort medewerkers aantrekken. Laten we zo zeggen, de senior ontwikkelaars die al 20 jaar lang die games maken, die weten hoe die begroting werkt, die weten hoe je milestones moet halen, al dat soort shit. Die zijn al lang en breed weg. Die zijn werken bij een indie studio waar ze gewoon leuke shit kunnen doen en waar hun ideeën echt gewaardeerd worden. En wat voor soort personeel zit er bij de Ubisofts en de EA's en de Activision? De BioWare's. Kijk hoe dat helemaal leeg is geplukt. Het zijn gewoon kids die aan het begin staan van hun carrière, die met hun paarse haar woke zitten te zijn. Ja, maar dat is waar die hele shit vandaan komt namelijk. Ja. En die moeten dan vervolgens die targets halen. Dat doen ze niet, want de werkdruk is veel te hoog. En ze beginnen te schreeuwen dat ze dat de druk te hoog ligt en dat het allemaal microagressie is. En vervolgens ontspoort ook het traject aan die kant. Maar die dingen hebben allemaal uiteindelijk met geldgebrek te maken. Ja. En dat is het. Wat is dan de oplossing? Ik bedoel, maar de oplossing is heel duidelijk. Dit segment is stervende. Die dure AAA first party games, dat segment is gewoon aan het sterven. Het wordt ingehaald aan de ene kant, aan de creatieve kant worden ze ingehaald door de indies. Kijk naar dat Rewind wat er laatst uitkomt, weet je, een trailer waarbij iedereen met zijn bek op de grond van verbazing aan het staren is van, is dit echt een game? Dat wordt gemaakt door een studio van 20 man. We moeten nog maar zien hoe goed het is, hè? Maar dit is het soort
PR en marketing. Je kunt het niet verzinnen. Het gebeurt gewoon. Iemand maakt dit en blaast gewoon de hele wereld weg met beelden waarvan iedereen zegt van fuck, dit moet ik spelen. Ja. Ze trekken ook nog eens een keer een bak financiering aan, omdat elke investeerder zoiets heeft van ja, maar daar moeten we geld in steken, want dat wordt vet. En vervolgens, dus dat is de aan de creatieve kant zie je de indies ermee vandoor gaan. Dan heb je nog de games as a service games. Dat is geconsolideerd. Weet je, dan zie je Epic heeft Fortnite. Weet je, Activision heeft Warzone. Nou goed, iedereen heeft wel wat. Weet je, alle grote partijen hebben wel één zo'n grote game. En ja, weet je, wat voor rol spelen daar nog de God of Wars en de Halo's en dat soort games in? Nou ja, je merkt, marginaal. PlayStation lukt het wel. Om een of andere De releases zijn over het algemeen vrij vlekkeloos. En de quality assurance is echt hoog. En Nintendo lukt het ook. Om exact dezelfde reden dat ze geen... Maar dan zie je al, alles wat buiten gelijk Nintendo's directe cirkel van invloed valt. Bijvoorbeeld die Pokémon game. Drama. Het lukt Sony wel. Alleen dit jaar hebben ze dus uitgegeven... Welke grote AAA first party titels hebben ze dit jaar uitgegeven? Tot nu toe. Volgens mij... Dit jaar moet ik ervan Ze gaan nu nog één game hebben. De remaster van de remake. Ze gaan nu van nog, de reissue van Spider-Man dit jaar nog uit. Spider-Man 2 krijg je inderdaad dit jaar nog. En Final Fantasy 16, wat dan semi-exclusive is. Maar dat is niet van hun. Nee, dat is echt semi-exclusive. Kijk, wat Yoshida ook zei. Het kost 200 miljoen om Ragnarok te maken. Het kost 1 miljard om het helemaal in de markt te zetten. Alles erop en eraan. Het is zo duur. Dat en ik denk voor PlayStation, het pays off. Want voor hun is het de reden om in een ecosysteem te treden. En al die andere games kan je ook op een platform spelen. Nee, precies. Maar daar verdienen ze hun geld mee. PlayStation verdient 80% van zijn geld met die third-party verkoop. Nee, maar daarom, God of War hoeft geen winst te maken. Nee, God of War hoeft alleen maar mensen naar de platform te trekken. Maar God of War moet ervoor zorgen dat mensen een PlayStation kopen. Ja. Maar ik weet niet of één game per jaar nog genoeg is om mensen naar dat PlayStation. En los van het feit of die console wel überhaupt te krijgen is, want dat denk ik van, daar speelt ook nog van alles mee. Weet je, de dynamiek van schaarste. Ja, weet maar, ik veel. Maar die is nu wel. Ik ben meerdere mediamarkten binnengelopen. Ik kan geen PlayStation vinden. Maar nee, ik hoor van veel mensen vanaf de afgelopen maand liggen het gewoon in de winkel. Geen fucking bundels, niks. Ik ga nog een keertje kijken. Ik heb nog niet gezien. Nee, maar het is wel. Kijk, het probleem is van. Feitelijk, voorheen legde PlayStation 2 tot 3 grote titels. Is dit jou ook? Moet ik googlen dan? Omdat nou ik ja, mijn hoofd weet. Dat mag even. Want mijn ding is, als die games Ratchet zo ontzettend duur worden, dan... Dat zegt Yoshida ook. Dit is eigenlijk voor ons, voor PlayStation, niet meer houdbaar. Weet je wel? Als er ook maar eentje misgaat, dan trek je meteen. Nee, ja, dat is wat ik heel lang dus heb gezegd. Dat is een beetje het gevaar. Maar en dat is natuurlijk wel al heel lang zo, toch? Ja, en zij krijgen het nog goed. Met heel veel geld. Die 200 miljoen, dat hebben de, als het ware, de EA's en de Ubisoft's niet over voor hun maar game. Maar luister, het is in zoverre niet waar dat wat jij nu zegt, dat geldt alleen voor een specifieke uitgever. Want al die indie projecten, kijk naar Vampire Survivors. Game ziet er niet uit. Het is door één iemand gemaakt. Snap het is een, die gast heeft tientallen miljoenen verdiend. Nee, met die game. Absoluut. Maar dat is dus ook van dit soort grote projecten. Dat is precies wat jij zegt. Van gaan we dit nog wel meemaken? Ik denk namelijk wel dat dit wel de etalage is van games voor heel veel mensen. Die hele grote projecten. Als dat helemaal wegvalt... waar gaan we dan naartoe? Wat worden dan de games? Dat is waar nu die CMA-rechtszaak over is. Waar we naartoe gaan, is dat Microsoft gewoon de infrastructuur bezit waarop alle games worden gereleased. Mm-hmm. En ja, weet je, of het nou een PlayStation game is of een Nintendo game, het draait gewoon op de Azure Cloud en het draait gewoon op Microsoft infrastructuur. Ja. Dus er zijn heel veel lagen waarop je geld kunt verdienen aan videogames. En alleen die hele grote partijen, die winnen altijd. Mm-hmm. En ik denk eerlijk gezegd dat Sony zit in een lastig pakket, want ze zijn, en dat is al heel lang zo, ze zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Nou ja, en ze weet leggen je, dat... de lat gigantisch hoog, want zou het feit dat Nintendo er wel in slaagt om zijn game af te krijgen en ook nog wel best wel regelmatig wat uitbrengt, is dat ook omdat zij bewust kiezen om niet voor, bij wijze van spreken, technisch het allermoeilijkste te gaan, maar gewoon compact te houden? Het gaat erom dat Nintendo beheert elk deel van het proces. De consoles zijn door hun gemaakt en gedistribueerd. Daar maken ze winst op. Als jij een controller koopt voor Nintendo die kapot gaat in 2 maanden, koop je een nieuwe voor €80. Daar maakt Nintendo weer winst op. Dan koop je de games. Weet je, nou, die games zijn goed. Daar valt niks op af te dingen. Komt een nieuwe Zelda, daar verkopen ze standaard boom gelijk 20, 30 miljoen stuks van. Daar maken ze gewoon
80% winst op, weet je. Maar ik weet niet hoe groot het team van Zelda bijvoorbeeld is. Nee, maar het doet er niet zoveel toe, omdat ze alles beheert. Zelda gaat niet in de uitverkoop. Zelda verkoopt over 5 jaar nog steeds. Nee, maar is het blijkbaar is dus een Hogwarts Legacy of een Star Wars Jedi Survivor is gewoon te technisch gecompliceerd om het verschillende modellen of verschillende platformen uit te brengen. Daar lopen ze de hele tijd vast op. Nee, het is niet te technisch. Zeker, het is moeilijk. En natuurlijk, ja, het is veel moeilijker om vanuit Nintendo voor één apparaat iets te maken, mm-hmm, dan vanuit een EA voor heel veel verschillende apparaten iets te maken. Maar het zit hem niet in de moeilijkheidsgraad. Ik bedoel, ja, het is moeilijk, maar ze kunnen. Het zit hem in de tijd. En het geld dus wat er voor handen is. Daar gaat het mis. Maar ik kan me niet voorstellen dat Nintendo een soort van magic heeft. Een magic book of een... Hoezo? Ze zijn 5 jaar bezig geweest nu met Tears of the Kingdom. 5 jaar! Op dezelfde engine van Breath of the Wild. Het komt gewoon niet uit totdat het af is. Ja. En als je dat gewoon altijd doet, als dat je filosofie is, mm-hmm, nou, dan kan je maar beter een grote zak geld hebben om die development processen te betalen. En dat doen ze. En waarom kunnen ze dat doen? Omdat ze het terugverdienen. Mm-hmm. Omdat ze overal aan verdienen, inclusief hun online toestand, de consoles, wat ik al zei, alles, is het, loont het. Dus dat, en weet je, het probleem wat je hebt als iets een hit is, dan moet het ook betalen voor alle flops die je uitbrengt. Nintendo brengt geen flops uit. En niet omdat ze niet games uitbrengen die niet goed zijn of weet ik veel wat. Ik bedoel, het is allemaal goed. Maar wat het ook is, het is allemaal specifiek. Zij hebben een formule voor succes. Dat is namelijk de Nintendo gamer. En dat is niet nieuw. Daar zijn ze al 25 of 30 jaar, mm-hmm, zijn ze daarmee bezig. Als jij een Switch koopt, dan weet je precies wat voor games je daarop gaat spelen. Je koopt niet een Switch om Warzone op te gaan spelen. Je koopt niet een Switch om Redfall op te gaan spelen. Je koopt een Switch om Zelda en Mario en weet ik veel, al die Nintendo games op te spelen. Mm-hmm. Nou, wat doen ze dus? Ze maken Nintendo games. Je zal Nintendo niet opeens zeggen van, nou, we hebben besloten om 100 miljoen te steken in een Battle Royale game met fotorealistische soldaten, weet je? Dat is gewoon niet voor Nintendo en dat zou ook niet verkopen. Maar wat is de angle voor Xbox dan? Want die angle voor Nintendo is heel duidelijk. Ik denk voor PlayStation is heel duidelijk. Die super AAA, over de top, blockbuster, single player games, vaak third person action adventures. Ja. Wat is een Xbox gamer? Nou ja, wat de Xbox gamer vroeger was, het waren shooter fans. Het was de eerste console waarop shooters goed tot hun recht kwamen. Ja. Daarnaast heb je gewoon dat... Maar wat is het nu? Nou, wat ook PlayStation heeft, hoor. Maar je hebt Forza, doet iets voor de race gamers. En vervolgens heb je, denk ik, en ik denk dat dat de sterke kant is van Xbox, nou, dan ben ik klaar, dat is hun Xbox Live systeem. Mm-hmm. Dat was altijd het beste online platform wat er was. Ja. Waardoor er een soort netwerkeffect uitging van die ik console. Ik zie dat alleen terug in Forza Horizon op dit moment. Ik zie het nergens in terug, omdat het alle third-party games zijn inmiddels crossplay. Dus dat is ook een beetje het probleem, hè? Want feitelijk zaten ze in dezelfde vaarwater. PlayStation en Xbox probeerden dezelfde type gamers te krijgen en dat lukte ze eerst helemaal niet. Toen met de Xbox 360 hadden ze opeens Live en ze hadden gewoon een aantal goede shooters en race games waardoor het weer wel lukte. En bij de PlayStation 4 en de Xbox One lukte het ze weer niet. En nu zit Xbox zit een beetje in een soort van een limbo. Ja, wat moeten we nu gaan doen? Aan de ene kant willen ze dus wel ook de strijd aan met PlayStation. Dus moet er ook van die AAA blockbusters komen. Aan de andere kant hebben ze Game Pass, waar je eigenlijk zegt van, we willen vooral veel verschillende games hebben. Dat hoeft helemaal niet AAA te zijn. Ik wil zeggen, want ze willen tegelijk met die Starfield natuurlijk, want dat moet de grootste titel, denk van de afgelopen 5 jaar zelfs worden. Willen ze de PlayStation top tier exclusives aantikken. Ja. Maar ze willen tegelijkertijd is een strategie zoveel mogelijk value voor zo weinig mogelijk geld. Ja, ze schakelen op heel veel velden en over het algemeen, ja, het is wel heel erg wat dat soort grote bedrijven doen. Hè. Op heel veel velden doen ze allerlei dingen en uiteindelijk pakken ze dan de paar die het beste gaan ze lopen. Doen al slecht, dat is het probleem. Ja. Dus Sony is heel erg gaan focussen op een paar titels waarvan zij denken van daar zit de essentie van een succes. Ik baal daarvan, want het zijn precies de games die ik niet tof vind. Ja, dit is een heel specifiek rijtje games. Ze hebben dat echt bepaald. Van, oké, het is Spider-Man, het is... Uncharted, het is God of War, Horizon. Precies dat. Nou goed, oké, dat doen ze. Daar zullen ze over nagedacht hebben. Dat is een strategie. Blijkbaar werkt die, want ze hebben veel PlayStation verkocht. Heel erg knap, applaus ervoor. Maar ik baal ervan. Dat betekent dat ik op zoek ga naar iets anders. En dan ga ik naar Xbox kijken en dan denk ik van, gebeurt het daar dan, weet je? Nee. Nou, eventjes wel, weet je. Eventjes was het leuk. Ik vind Game Pass ook in theorie tof. Het wordt veel gespeeld. Het blijft gespeeld, een beetje de eeuwige belofte voor mij. Maar dat is het probleem. De belofte wordt niet ingewisseld. En wat zie je, en eerlijk gezegd, wat dat
doet met mijn gamegedrag, is dat ik alle kanten op ga. Weet je, ik speel Warzone, ik speel nog veel strategy games op PC, dat zijn allemaal oude games. Ik speel ook Nintendo games. Ja, ik vind heel veel verschillende dingen leuk. Zijn wij schuld of zijn gamebedrijven schuld? In die zin dat als je kijkt, als ik dat dan lees over zo'n God of War kost 200 miljoen en die game is fucking, wat is het, 30 uur lang de single player en weet ik. Waarom moet het allemaal zo lang en zo groot? Ik snap het. Het is ook weer de druk die er komt vanuit de service games. Weet je, dat mensen het gaan vergelijken. Helemaal, ik ga niet, weet ik wel, $70 betalen voor 10 uurtjes game. Terwijl ik ook, weet je, voor $70 mijn hele leven kan gamen, bij wijze van spreken. Ze hebben natuurlijk zelf, zijn ze ook een kant op gegaan. Kunnen ze nog terug? Kunnen ze nu zeggen van, oké, volgende God of War, 100 miljoen budget en het wordt gewoon 12 uur gameplay. Meer kan altijd, maar minder niet. Nee. Ik denk eigenlijk dat het gewoon de omstandigheden zijn waarbinnen je opeens ziet dat het model niet meer werkt. Dus we hebben het al gehad over inflatie, we hebben het gehad over die steeds langer worden development processen, de veranderende verwachting van de gamers. Al die dingen bij elkaar zorgen dat die grote uitgevers de hele tijd op achterstand staan. En het is niet dat ze niet geld verdienen, maar als je kijkt waar ze nu in toenemende mate geld aan het verdienen zijn, dan zijn het de microtransactions op de games as a service games. Ja. Dus gewoon de, weet ik veel, de FIFA kaartjes. Super low risk, de game is al uit natuurlijk. Precies, en die assets kosten niks om te laten maken. Gewoon lekker 2 miljard per jaar omzetten met die crap. Fuck it, weet je. En zo heel veel, weet je. En Fortnite exact hetzelfde. Het blijft maar binnenstromen. En waarom zou je nog het risico nemen van nieuwe titels uitbrengen als je daar gewoon een steady business op kunt bouwen. Ja. En dat is het, dat is de uitdaging. En dat is denk ik iets. Ja, ik denk dat het de industrie wezenlijk gaat veranderen. En ik denk dat de enige manier om de toekomst zeker te stellen voor dit soort grote uitgevers is gewoon de controle te krijgen op de platform zelf. Dus of de hardware platform of de software platform op de achtergrond. En dat, daar moet je kan een bol zeggen van Microsoft. En ik ben echt geen fan van Microsoft, maar dat hebben ze wel heel goed door. En daar hebben ze hun tentakels diep in verzonken. Dat is namelijk die en de clouddiensten waarop al die infrastructuur draait, plus de Xbox, plus eigenlijk het PC-platform, wat ze ook voor een groot deel beheersen. Xbox is nu gewoon console en PC. Dat bedoel ik. Nou ja, dat betekent dat ze een gigantische install-based hebben. Dat is gewoon, ja, dat is interessant. Ik bedoel, of het ze lukt om het volledig te monetizen, dat is nog maar de vraag. Nintendo doet het beter en efficiënter, maar ook afgebakender. Ik bedoel, als Microsoft zo meteen een succes heeft met Game Pass, dan is het een krankzinnig succes. En dat, dat is de enige manier. Ik denk alleen dat het Game Pass model incentives biedt voor juist het probleem waar we nu tegenaan lopen. Breng maar uit. Dat zou kunnen. Ze downloaden het toch wel en we patchen het. Tot slot gaan we de komende, zeg maar het half jaar wat we nu nog tegemoet hebben, gaan we meer games krijgen die niet af zijn bij launch? Moeten we daar allemaal rekening mee gaan? Nou, oprecht, ik had er niet over nagedacht hoe inflatie een rol zou spelen. Maar vooral dan ook de rentes die op dit moment van doen hebben. Daarvoor, een paar jaar geleden, kon je gewoon geld lenen en dan kreeg je er geld bij. Ja, zeker. Zeker die grote, als EA, Activision, dat soort grote uitgevers kregen. Ja, maar nu kost het gewoon extra veel voor iedere euro die je moet gaan lenen. En dan wordt het inderdaad niet de vraag van, moeten we hem uitstellen en gaan we uiteindelijk voor meer sales? Want dat maken we wel weer goed. Nee, het moet uitkomen inderdaad. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Ja. Dus, ziet er niet goed uit. Nee.